Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Theater aan de Schie. Hartelijk welkom bij Dave on Stage, de nachtclub, wederom vanuit Theater aan de Schie. En wat ziet het ballet er weer fantastisch uit, alsof ABBA weer is opgestaan. En dat brengt ons bij het Songfestival, Justine Pelmelaar. Ja, die achternaam, daar moeten we het zo nog even over hebben. Ik vind Pelmelaar. Nou, en we dachten, het leukste nummer ooit van het Songfestival, wat gewonnen had, wat was dat? Tuurlijk, Waterloo, hier is Voulez-vous! Ga lekker zitten allemaal. Even een momentje. Maar dit was het wel, hè, Justine. Helemaal leuk. Trouwens, erg goed gedaan ook. Goed gezongen. Live gezongen, maar dit was een beetje voor mij het Songfestival, de oude allure. Voor mij ook, want uiteindelijk is dit eigenlijk de enige groep die het zo ver heeft gebracht. En dat verfilmd is en een boek heb. En een musical en Meryl Streep in een film. En kan bij jou allemaal nog gebeuren, hè? Nou, ik ben al over de 50 hoor. Denk niet meer dat het gaat lukken. Nou, kijk. Nou, dank u wel. Ja, ik hoor het allemaal.
Ze zijn heel complimenteus. Ja, nee. Want je bent met een nieuw project bezig. Daar gaan we het straks over hebben. Maar ik wil toch even met je terug naar 1989. Ik zat in mijn pyjama met mijn haartjes netjes gekamd. Met een bakje met nibbitchips voor de buis. En toen? Ik denk, daar komt ze. Ja, ik kwam. Heb je het Eurovisie naar Bitaar over de nationale? Nee, waar het echt. Ja, het pijnlijke moment. Nou, dat is niet om te lachen. Nou, ja, het was wel pijnlijk in die zin van. Ik wilde hem er echt uit knallen. Maar ja, het lukte gewoon. Ja, ik kwam er wel uit, maar een beetje rottig. Ja. Die hoge noten, hè? We hebben het over de hoge noten. Maar ik weet dat het was zo spannend, want toen had je die booking agents. Jij stond echt met de Engelse kandidaat. Het ging er een beetje om van tevoren. De eerste plaats lag voor jou in het verschiet. Ja. Nou, het was zo dat je bent natuurlijk de hele week. En dan ga je repeteren en dan heb je van die bookmakers die allemaal zeggen van nou, Nederland wint. Ja, en dat ging allemaal natuurlijk op basis van die hoge noot. Maar ja, op dat moment, ja, het ging gewoon niet, weet je. En dan wordt het wel lastig en dan val je opeens in een gat en dan denk je nou. En dat was even moeilijk voor mij. Maar natuurlijk, dat was toen. En volgens mij is dat ook de meest gestelde vraag aan je. Wat ging er door je heen toen je die noot niet haalde? Gaan we het allemaal niet over hebben. Nee. Want jij bent gewoon niet bij de pakken neer gaan zitten. Je bent bij een telecombedrijf zit je in de zakelijke opleidingsmarkt. Ja, ik heb me voorbereid. Nou, wat goed zeg. Ja. Nou, ik ga het even, ja. Heel ga je corrigeren? Ja, ik ga het een beetje corrigeren. Knippen we eruit. Ja, dankjewel. Nee hoor, nee, maar ik ben verantwoordelijk voor de opleiding binnen de zakelijke markt. Dus dat is iets anders. Nou, alle woorden zaten erin bij mij. Bijna. Maar inderdaad bij het telecombedrijf. Ja, telecombedrijf. En je zingt gewoon nog en je hebt een fantastisch nieuw project bezig. Ja, op dit moment heb ik iemand gevonden die helemaal gek van mij is. Op zanggebied. Ja, anders heb jij weer de primeur. Is ook zo lullig, hè? Nee, maar in ieder geval, die zei van joh, dus... We gaan gewoon weer wat met je doen, weet je wel. Want het is een tijdje stil geweest, zeg ik heel eerlijk. Nou, op een gegeven moment ga je wat... er gebeurt wat in je leven. En dan denk je, nou, ik moet die kant op. En uiteindelijk het zingen, dat blijft je passie. En je doet het, je verleert het ook niet. En die heeft gezegd, nou, we gaan een mooie cd opnemen. Een Nederlandstalige verzamelcd. Waar natuurlijk ook Blijf Zoals Je Bent op komt te staan. Maar wel straks ook in een nieuwe versie. Okay. Dus ik heb de componisten... gebeld en die zei van nou, ik wil het alleen maar door jou gezongen hebben, maar dan wel in een jasje van 2010. Dus dat is leuk. Alleen, ja, ik ga hem straks natuurlijk zingen, maar niet in dat nieuwe jasje. Nee, we gaan even terug in de oude doos. Naar de oude doos. Dat zeg jij dan weer. Hecht, wat wordt er weer zo plat. Dan hadden we vorige week zo'n high culture uitzending met Stef Bos en de Dutch College Swing Band. En nou zitten we gelijk weer alsof we in een Hollandse kroeg zitten. Nee, maar kijk, wij worden altijd opgegraven zo bij deze periode. Ja, dat is gewoon zo. Ja, daar moet ik gebruik van maken. Dus nou zie ik lekker bij jou. Maar laten we even 27 mei, dan moet... God, hoe heet dat kind van Shalali? Ik vergeet haar naam altijd. Oh, Sieneke. Sieneke, ja, maar Sieneke. Sieneke. Ja, dan ga je natuurlijk vragen, wat verwacht je ervan? Ja. Nou, wat verwacht je ervan? Nou... nou, eigenlijk door zijn eenvoud... Oh, je vindt het niks. Nee, door zijn eenvoud. Nee, je begint op maar. Nee, ja, okay. Nee, door zijn eenvoud, ja, en gaan we het toch wel waarschijnlijk redden. Dat is misschien heel gek. Door zijn eenvoud. Okay. En wat bedoel je met redden, top 10? Nou, sowieso de finale, dat we mee mogen doen. Okay, jij zegt, we gaan de finale, we kunnen erop afrekenen 27 mei. Ja, hoor. Ja. Nee, maar dat denk ik. Het is een heel lief meisje, heel, heel kwetsbaar stelt ze zich op. Het shalali, shalala, ja, nou, dat is zo eenvoudig, kan je... Eigenlijk elk land kan dat zingen. Ja. Nou, en gewoon door de eenvoud, weet je wel. Want ja, wie weet staat er weer zo'n band met pakken aan. Nou, het gaat natuurlijk nergens over. Maar dit is toch wel weer een mooi liedje. Of tenminste, een leuk liedje. Een gezellig liedje. Een lief liedje. En Sieneke. Oh my gosh. We maken het alleen maar ergens. Dus we houden erover op. We doen nog even die nieuwe cd. Hij is net klaar natuurlijk. Dus ja, ik hoop er het beste van. En er staat een heel leuk, vrolijk liedje op. En dat heet Een Wereld Zonder Jou. En ik hoop dat een lekker zomerhitje wordt. Maar breng je ons nu terug naar 1989? Ja, ik ga je helemaal terugbrengen naar... Hoe oud was je eigenlijk dan? 2. Jeetje. Mocht je al pinda's eten en zo? Nee, nibbits die om je vinger... Oh, geweldig. Eerst achteruit racen kijken. Oh nee, nu verklap ik te veel. Loop naar het podium. Mesdames et messieurs, le Pays-Bas avec Justine. Nee, dan moet je er al staan, hè? Oh, je hebt een heel raar rokje aan. Even wachten.
Mesdames et messieurs, le Piba avec Justine Pelmelay avec numéro... Blijf zoals je bent. Geef ze een applaus! En blijf klappen, we blijven in het Songfestival. We gaan naar het Junior Songfestival. 2 jaar geleden, hier zijn de meiden van Ready. En die willen heel graag 1 minuut op televisie. Maar eerst even, wat zijn jullie gegroeid? Vooral jij. Ja. Hoe is het met jullie? Nog steeds van die lekkere bakvisjes. Weet je, wij zaten volgens mij toen in het Isala Theater in Capelle. Nou, we hebben alleen maar gelachen op die bank. En het ging eigenlijk helemaal nergens over. Maar wat is er na met jullie allemaal gebeurd? Dus je hebt een nieuwe kledingsponsor? Nou ja, dit is eigenlijk onze eigen stijl. We vinden het superleuk. Maar we hebben toen in de finale van Junior Songfestival gestaan. Toen zijn we tweede geworden. Ja. En nu zijn we bezig met onze nieuwe liedjes maken en optreden. Ja, van alles eigenlijk. En het gaat hartstikke goed, hè, met die optredens? Ja, het gaat hartstikke goed. Dus, ja. Ja, gezellig. Ja, vind ik zo schattig, weet je. Ik heb alleen maar neefjes. Dat was Cyprus, zeg maar. Daar ging het om. We moesten jullie allemaal... Nou, ik heb echt mijn hele belte goed er doorheen gedaan. Maar het is helaas... Ja, ging hem... Maar nu gewoon lekker on tour. Maar hebben jullie veel gehad aan dat Junior Songfestival? Ja, het was wel een begin. En zo is het een beetje op de loop gegaan. Ja. Oh. Ja, en dan moeten ze... Jullie willen 1 minuut zingen, hè? Ja. Die mevrouw zat er vorige week ook, hoor.
Die zit er volgende week ook alweer, denk ik. Zullen we een spelletje spelen? Want dat heeft natuurlijk... wat toepasselijk, een spiraaltje. Wat leuk. Ja, ik bedenk die spelletjes echt niet zelf, hoor. Dat wordt allemaal opgereden. Wie gaat het doen? Kennen jullie het principe? Je moet ermee langs. Ja. En je moet er zo omheen. En als je hem dan aanraakt, dan... Oh, een lampje. Ja. Wie gaat het doen? Zou jij het maar doen? Je mag ook hier stoppen en dan het overgeven. Dat we er een soort Olympische estafette van maken. Ben je er klaar voor? Start de muziek! Oh, spanning en sensatie. Doe hem eerst maar gewoon even lekker doorheen. Oh, omhoog. Gaan we door. Oh. Ja, even rusten. Ja. Ja. Oh. Ga door. Stop hier maar. Ga door. Zakken. En dan moet je maar een beetje draaien. Want we gaan nu daarheen, dan zit je in de knoop. Ja. Nee, heb ik niet gezien. Omhoog. Oh. Hij is leuk. Ja, dan stop maar hoor. Het is goed. Ja. Wat gaan jullie zingen? Ik weet wat ik wil. Ja, dat is de nieuwe single. Het commerciële vrouwtje, hè? Ja, dat is Sylvia Toot van Ready, zal ik het maar noemen. Nee, maar zelf geschreven, meegeschreven? We hebben wel, hoe noem je dat? Inbreng gehad, ja. Maar niet... Zo van, willen jullie het zingen? Ja, dat was het, of niet? Ja. Ja, precies. Nee, ja, ik weet hoe dat gaat tegenwoordig. We gaan dit even aan de kant zetten. Gaan jullie vast klaarstaan? Dan pak ik de stopwatch erbij. Nou, camera erop. Ik zal het laten zien. Ja, zal ik het zo laten zien? Ready when you are. Haha, zit je titel in van de club. Stop, 1 minuut 4. En wat een lekker positief liedje. Ja, dit, jullie willen toch ook wel op een gegeven moment vriendjes en zo? Ja, dat komt als je puber bent, hè? Ja, nou later ook nog wel, kind. Kijk eens, voor jullie, de Devastate Spotlight. Via onze website kunt u alles lezen over deze meiden. En ook naar hun sitelink en naar hun huis en de MSN. En helemaal leuk. Geef ze een applausje. Ik loop erachteraan, we gaan naar Voulez-vous op de bank. Oh, wat fantastisch. I get in the middle. Welkom in de nachtclub. Jullie gewoon Nederlands. Zweeds, Zweeds, Zweeds. Jo, drö, da ba deve. Jo, spurre hörre, better all, get on, skurro, make it hörre. Als u wil weten wat u zegt, teletext 888. Ik vind het echt ontzettend leuk dat jullie er zijn. Want jullie zijn, is mij verteld, en we hebben het net gezien, de allerbeste tribute band van ABBA. Want wat is live gezongen, dus dan is het toch gewoon een band? Ja, zo kun je het wel zeggen. Een groep, een act. Live gezongen. Ja. En wanneer zijn jullie zeg maar aan dit project, wanneer hebben we het project begonnen? Ik denk zo'n 10 jaar geleden al. Dus we bestaan al heel lang. Ja. En nog steeds vol plezier. En hoe is dat toen de tijd gegaan dan? Het is ontstaan vanuit een musical, The Dancing Queens. En dat heeft een 1,5 jaar gedraaid of zo. En toen zijn we vanuit een theaterbureau, Bureau Hanson, zijn we een orkestbandenact gaan doen door het land. Ja. En die draait nu al bijna 10 jaar. En jullie zitten echt in de rollen. Ben je ook helemaal Agneta? Nou, gelukkig niet. Mijn liefdesleven verloopt iets minder turbulent als dat van haar. En ik heb geen stalker. Daar ben ik heel blij mee. Oh, die man hoort er wel gewoon bij? Ja. Ja, zeker.
Nee, ja, natuurlijk proberen we er wel een beetje op te lijken. En leuk dat de blauwe mutsje op. En natuurlijk houden we een beetje de act in stand. Maar het gaat vooral om de muziek. En het is een ode aan, hè? Een ode aan ABBA. Rondom ABBA, en zeker ook rond de musical en de film, weet je wat, er is een bepaald soort doelgroep mensen met een bepaalde geaardheid die heel erg van ABBA houden. Nee, maar dat is toch, ja, dat is toch waar. Heb je daar last van? Nee, last niet. Gemak? Dat ook niet, nee, maar... Nou ja, maar ja, dit is wel waar wat je zegt, maar het blijkt gewoon dat het altijd heel veel mensen, iedereen aanspreekt. Dus die ene groep, die neemt vaak het voortouw. Zeker met als er flink gedanst mag worden. Maar de rest volgt altijd. Dus, Want het is een beetje volgens mij ABBA, dat is plezier, dat geeft een gevoel van vrijheid. Even je zorgen aan de kant, zorgen aan Billycast in de rijen, weet je, dat is even vergeten. Lekkere muziek. Lekkere muziek, tijdloos ook. Zo ziet u, het Nederlands leer je echt heel snel, hoor. Bij het goede inburgeringsadres leer je dat heel snel. Maar het lijkt me nou zo raar, want jullie zingen allemaal met passie en met veel plezier. Maar het repertoire is natuurlijk beperkt en er komt niks nieuws meer bij. Nou, maar wij zijn wel heel creatief met de stemmetjes die we erbij verzinnen. Want we doen echt alles live, er staat helemaal niks op de band. En wij zingen, kijk, ABBA was een band waar heel veel in de studio gedaan werd. Dus zij zongen allerlei stemmetjes in de studio in en wij doen alles live. Dus wij, nou, er verandert wel eens wat. Dan verzinnen we weer een leuk stemmetje erbij. En dan komt er een van de heren, die heeft dan een leuk loopje bedacht. Dus zo houden we het spannend. Maar ik bedoel, er komt geen nieuwe nummers bij. Dit hier moet je uitputten, ja. Dit is het. Is het zo interessant dat je dat gewoon heel lang kan blijven doen? De muziek van ABBA verveelt nooit. Je ziet het nu aan de musical Mamma Mia, die wereldwijd een hit is. Jaar na jaar na jaar met succes draait. En we merken het op alle feesten, of het nou klein is of groot, jong of oud, waar we ook staan. Het is altijd een succes. Je kan eigenlijk nooit iemand tegen de haren instrijken met het repertoire. En ook voor onszelf blijft het gewoon heel lekker fris klinken en leuk om te doen. Hoe sluiten jullie de avond af hier in de nachtclub? Nu sluiten we af met Mamma Mia en Ring Ring. Loop naar het podium, ziet u ze ook weer aan de voorkant. En via onze website, ik zei het al, niet alleen over Ready heel veel te lezen, maar ook over www.devilstage.nl. En nu al hier bij de nachtclub! Thank you.
ons uit Rotterdam en uit Zweden. En ja, ik hoop, Justine, dat het 27 mei net zo'n feestje wordt als vanavond hier. Tuurlijk, zeker weten. Jij, heel veel succes met je nieuwe cd. En volgende week, lieve kijkers, de allerlaatste reguliere Dave on Stage, de Nachtclub. Ja, met Frans Bauer. En Karin Bloemen. Tot volgende week. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Theater aan de Schie.